Hoe de sneden opvulling veranderen in SketchUp. Hoi, ik ben Peter van SketchUp 3D. In deze video laat ik je zien hoe je de opvulling van een snede in SketchUp kan veranderen. Nu, de beperking met de sneden in SketchUp is dat je één kleur hebt voor het hele model. Maar stel, we gaan snel een bouwtje tekenen met onze eigen plugin. Smart Build, waar je uiteindelijk supersnel, zeer gedetailleerde, constructief juiste modellen kan mee tekenen. Dus stel, ik ga hier nog een binnenmuurtje in tekenen. En wat hebben we dan ook nog nodig, is mogelijk hier en daar een raampje. Voilà, breder maken. En het is ook handig dat we ergens binnen raken en dat we ook van de ene ruimte in de andere raken. Dus hebben we dit beeld en dan gaat Smart Build voor ons een detailleerd model tekenen. Dus hier hebben we ons model. En wat we dan kunnen doen is een snede maken. Neem gewoon de snede tool, kunnen daar een naam aan geven, een symbool aangeven in SketchUp. En dan plaatsen we onze snede, krijgen we dit vlak. Het vlak kunnen we uiteindelijk ook verplaatsen. Maar wat zie je? Dat uiteindelijk SketchUp het opvult met één kleur. Ook al heb ik verschillende lagen en eigenlijk ook verschillende objecten. Hoe kan je dit aanpassen? Wel onder Styles. Styles op Windows heb je die in je default tray. Op Mac heb je Window en heb je een lijst met alle verschillende vensters, Windows. En doe je Styles actief. Doe je in Model en dan zie je welke style actief is. En er meerdere, maar die met de blauwe kader is de actieve. Dus wat gaan we doen? Edit en dan het laatste blokje hier heeft onze section settings. In andere video's heb ik al laten zien, section fill aan uit. Dus dit is wat SketchUp vroeger standaard deed. En sinds 2018 vult hij het op. En wat kan je hier instellen? Is uiteindelijk eigenlijk de kleur. Verander de kleur en doe oké. En dan pas zal het zichtbaar zijn. Je kan dat ook doen met de lijn. Dus je kan hier ook een andere kleur aangeven. En het was deze. Deze kleur. En dan zie je dat de lijnkleur ook verandert. En je kan hier ook uiteindelijk de lijndikte aanpassen. Welke groter als 0 moet zijn. Nu zie je een fijn lijntje. Nu, het contrast is natuurlijk niet ideaal. Fijn lijntje, maar je kan er ook een heel dik lijntje van maken, zodat de snede iets meer opvalt, of in ieder geval eigenlijk veel te veel opvalt, of de lijndikte te veel is. Dus je kan uiteindelijk hier de kleur van de fill veranderen en de lijnkleur en de dikte. Nu, dit is mogelijk, maar in de volgende video zal ik jullie tonen hoe je dit misschien beter zou kunnen doen door een plugin te gebruiken zoals Calp, die er uiteindelijk kan voor zorgen, zeker als je met Smart Build ooit zou gaan werken, dat je elk vlak of elk materiaal met een ander patroon zou kunnen invullen. Dat in de volgende video. Vond je dit een nuttige video? Graag een duimpje en een likeje. En ja, like ook, of geef ook dat duimpje op deze video. We weten dat heel veel mensen deze video super vinden, maar het is ook super als je een duimpje geeft. Want dat betekent dat onze video's meer gezien worden en dat we meer mensen kunnen helpen. Als je deze video op LinkedIn of Facebook ziet, ga dan ook naar ons YouTube kanaal. De link staat onder deze video of in de tekst boven deze video. En abonneer je, zodat jij een En klik ook op het belletje, zodat jij ook dagelijks de melding krijgt als we onze nieuwe SketchUp-type lanceren. Tot in de volgende video.